Wanneer je een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem hebt, is het fijn dat je extra begeleiding kan krijgen. Zorgboerderij Vossenburg is een plek vol rust en ruimte waar iedereen een eerlijke kans krijgt om zich thuis te voelen. De boodschap die je op een zorgboerderij wil uitdragen is het gevoel van familie. Daar wordt gekeken dan naar ontplooiing. Dus er wordt per individu naar gekeken wat is belangrijk voor die persoon. Dus werk of dagbesteding of therapie. Daar wordt op ingesprongen als zorgboerderij. Als zorgboerderij kan je onderscheiden door keurmerken in huis te halen. Daardoor krijg je audits, dan wordt alles gecontroleerd. Dat is de ARBO, dus de veiligheid, personeelbestand of iedereen wel gediplomeerd is. Of de VOG's aanwezig zijn, verklaring omtrent gedrag. En allemaal puntjes op de i en dat moet allemaal op orde zijn en de dossiers. En dan krijg je je keurmerk. Op een zorgboerderij is veel te doen altijd. Je hebt dieren, paarden en kinderboerderij. Er is een knutselruimte, je hebt houtbewerking, dus als je heel graag met hout werkt. Klusteam, dus die alle onderhoud bijhoudt. Scholing, voor mensen die niet op school terecht kunnen, maar heel individueel les moeten krijgen. En de tuin, dus de kas en de groentetuin en gewoon tuinwerkzaamheden. Op een zorgboerderij wordt respectvol met elkaar omgegaan, want niemand heeft erom gevraagd toen hij geboren werd, hoe hij eruit zag, wat voor IQ die heeft, of die een grote of kleine rugzak heeft, een warm of koud nest. Dus het allerbelangrijkste is dat er respectvol met elkaar om wordt gegaan. Ik kom op de zorgboerderij omdat ik in het verleden veel stress en problemen gehad heb. Ik kom op de zorgboerderij omdat dit mijn eerste huis is. Ik in het verleden heel veel problemen heb gehad. Nou, Monique was zo aardig om mij hier in huis te nemen. Ik kon hier op een gegeven moment terecht en nu ben ik hier al 3,5 jaar en het bevalt hartstikke goed. Ik zou hier ook niet meer weg willen en dit is gewoon mijn tweede huis geworden.